Torin, goedemiddag. Wat doe jij hier vandaag in Kerksken? Wel, wij gaan binnen 2 uurtjes een voetbalmatch spelen tegen de vrijwilligers die van VZW Togo voor Togo werken. En dan, wij doen mee voor het goede doel eigenlijk. Met het groot deel van de buurtpolitie en nog een andere aantal BV's. Ja. En je gaat effectief voetballen? Ik ga iets doen wat erop lijkt. Nee, ik heb vroeger wel gevoetbald, maar dat is al een eeuwigheid geleden. Dus ik ga zien wat er ook van is overgebleven. Ik heb wel mijn shoes nog. Maar voor de rest, ja, dat weet ik net, ga het draaien. En die schoenen passen nog? Ja, ze zijn zeker. Dus dat voetballen is nog niet zo heel, heel lang geleden? Ik denk dat het nu toch wel een dikke 11 jaar geleden is. Dan was ik 17 jaar, dus dat is toch wel even geleden. Maar ik kan mijn best doen. En ik kan misschien een paar tackles doen, nee, is niet waar. Maar zien dat we winnen, hè. Dat is het belangrijkste. De commissaris heeft gezegd dat jullie met 4-0 gaan winnen. 4-0? Dat is wel heel ambitieus. Ik maak daar 2-1 van. Maar ik kan niet de goal kunnen maken, denk ik. Nee, dat laat ik aan de mannen over. En waarom niet? Welke positie had jij vroeger? Verdediging. En dat kan ik goed. Ik ben nogal... ik sta nogal op mijn strepen. Ik kan mijn mannetje staan. Dus verdediging, dat doe ik het liefste eigenlijk. Snelheid, dat heb ik zo niet in mij. Obi gaat ook verdedigen. Ah. Ja, maar er zijn er toch 2, hè? Drie. Oké, ik met een Obi. Dan dat gaat een goed team worden. Hoe is het trouwens bij de buurtpolitie? Hoe druk is het voor jullie qua opnames? Wel, nu is het wat minder, omdat mijn collega Jante, die gaat de komende maanden met een musical bezig zijn. Ik heb ook andere opdrachten te doen. Ik ga ook een lange reis maken. Dus wij zijn even er tussenuit voor de opnames tot januari. Dus even andere dingen. Maar we hebben wel genoeg beeldmateriaal voor op tv uit te zenden, maar we hebben dat allemaal in september opgenomen. Zeg, je praat al over januari. Is dat dan seizoen 9, seizoen 10, seizoen 11? Dat is seizoen... Ik ben ondertussen ook al een telke. 10. Ja, 10. Want nu is ze 8 op tv, hè? Nu is 8 op tv en we zijn nu 9 en 10 aan het opnemen. Ja, juist. Dat is goed, hè? En dan tegen februari komt de film uit, dus dat is weer allemaal nieuw beeldmateriaal. De tv-kijkers worden echt wel verwend, hè? Met mij? Met de buurtpolitie in het algemeen. Ja, met jou ook. Met jou ook, tenzijde. Maar jij bent er nu een tijdje niet bij, natuurlijk. Klopt. Nee, ja, zeker. En we merken ook aan reacties via social media en zo, dat ze het echt wel heel fijn vinden dat het eigenlijk blijft duren. Dus dat is wel heel plezant om te horen. Dat zo niet, het wordt niet afgezaagd. Allee, het voorlopig nog niet. Dus en dan blijven wij gaan, hè. Zeg, jij hebt de komende weken, maanden geen opnames voor de buurtpolitie. Dus jij mag hier vandaag het veld in het gips verlaten. Ja, maar dat gaan we niet doen, want ik heb andere leuke dingen te doen. Dus we gaan dat proberen te vermijden. Welke leuke dingen heb jij te doen? Wel, in oktober ga ik 3 weken naar Botswana op verlof. En daarnaast heb ik een aantal nieuwe projecten. Ik mag daar niet te veel over zeggen. En natuurlijk, mijn eventbureau Atmosfeer draait nog altijd op volle toeren. Dus dan moet ik elk weekend paraat staan. Hè. Dat is belangrijk. Nieuwe projecten waar je niets over mag vertellen, maar kan je toch iets vertellen in welke richting? Televisie. Dat is het. Jij gaat een rol krijgen in Familie. Nee. Je zult wel zien. Geduld is een schone deugd.